Welke liedje doet jou echt aan je kinderen denken? Buiten Black Sabbath dan? Wel ja, tot mijn grote schade. Mag ook van vroeger zijn, hè? Alles van K3. Ah ja, die periode is er. Ja, ik heb die periode meegemaakt. Ik ben begonnen met te zeggen, je krijgt alleen houten speelgoed. En je moet groene thee drinken. En ja, dan gaan die kinderen naar school. En iedereen heeft een K3 boterhammendoos. En die van mij een houten. Of een bamboe. En dan komen die ongelukkig thuis. En dan denkt de godverdikke de Gert Verhulst, die in mijn goed zitten gaat. Nou ja, en dan moet het plooien, hè. Nee, ja. Dat is altijd een gevecht geweest. In het begin van, ja, die van mij niet. Maar ja, je kunt dat niet maken. Maar die merchandise tot daaraan toe, maar met K3 muziek, is daar iets mis mee volgens jou? Ik vind dat niet, nee. Helemaal niet, want dat is een periode, dat is een fase. Ik ben blij dat die voorbij is, maar het is wel een fase waar je door moet. En je moet dat niet... Ja, ik vind dat je daar niet tegen moet vechten. Dat is die periode. Er zijn heel veel mensen die... Ik noem een speciaal voorbeeld van de houten speelgoed. Er zijn mensen die daar heel erg tegen vechten, die van mij niet... Maar ja, dan komt dat kind op school en iedereen zit daar K3 te zingen en hij niet. Ja, ja, ik heb geen kinderen, maar ik zou liever hebben dat ze naar K3 luisteren dan naar wat geprogrammeerde computerdingen. Nee, dit zijn tenminste liedjes die... Er zit een reggaetje tussen, er zit een jazzliedje tussen, er zit een swingliedje tussen en een rock'n'roller. Afrika tot in Amerika. Ik heb dat volle borst in de auto meegezongen, terwijl de drie pagadas van achter in hun maxicosi zaten. En voilà, dat zijn ook goede herinneringen. Jij bent ook van Afrika tot in Amerika al geweest. Dus voilà. Dat klopt. Het is eigenlijk daar dat ik de inspiratie heb gehad. Voilà. We luisteren naar K3. Show all the way.